U en ik, maar ook bedrijven, we willen allemaal zo min mogelijk belasting betalen. Toch lukt dat de multinationals zoals Google en Starbucks een stuk beter dan u en ik. Grote bedrijven kunnen dankzij al hun verschillende vestigingen gebruik maken van slimme fiscale sluiproutes. En doen dat ook gif. Volgens de Europese Commissie lopen Europese landen daardoor 70 miljard euro aan belastinginkomsten mis per jaar. En dat moet stoppen. Sacré uh, à manque à gagner. Que les citoyens doivent injustement combler à travers une imposition plus élevée, car ce que les uns ne payent pas bien peser sur les autres. Et c'est enfin un fardeau pour les entreprises qui, elles, payent leur juste part d'impôts et qui donc pâtissent ainsi de manière tout à fait injuste d'une concurrence fiscale déloyale. On estime que les entreprises locales européennes supportent une charge fiscale. De 30% hoger dan de multinationals, doordat de transfer van de profits. En dat is ook wat onze measures vandaag aanpakken. Ja, dat snap ik dat je dat wilt, Moscovici. Ja. Maar hoe? Nou, in essentie is het plan van de Europese Commissie heel simpel. In essentie, bedrijven moeten belasting betalen op de plekken waar ze ook hun geld verdienen. En over dat geld moeten ze op de plekken waar ze het verdienen, moeten ze het geld betalen. Ik zeg briljant. Dat we daar niet eerder op gekomen waren. Hadden wij in principe ook kunnen uitvogelen, natuurlijk. Het probleem is natuurlijk dat het in de praktijk een heel stuk lastiger is. Het hele idee van die belastingontwijking is nou net, net dat heel veel. Dat die bedrijven heel veel constructies hebben van het verschuiven van allemaal gelden van het hoofdkantoor naar, 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 naar vestigingen in andere landen. Moet je denken aan dat het ene bedrijf een lening geeft aan het andere bedrijf en dat het andere bedrijf dan weer rente teruggeeft of patenten overdraagt of uh, op andere manier dividenden en royalties en zo allemaal loopt te schuiven. Allemaal om te zorgen dat. Per categorie eigenlijk zo min mogelijk belasting wordt betaald in de landen waar dat het meest positief is. Nou, daar willen ze dus verandering in brengen. En dat moet dan gebeuren door, uh, ja, door transparantie. Uh, bedrijven moeten aan hun eigen fiscus per land opgeven wat ze verdienen en waar. En die fiscussen. Die moeten dat onderling. Dus die lidstaten moeten dat onderling dan ook weer gaan uitwisselen. Zodat dan iedereen van elkaar weet. Dat bedrijf verdient zoveel in dat land. Ja, de transparantie als antwoord, zeg maar, op, op de belastingontwijking die nu plaatsvindt. Dat moet Europees gebeuren, is het idee. Er is ook meteen al veel kritiek op. Hè? Vanochtend de FD stond er vol. mee, Wij spraken ook even met een fiscalist, dat is Arjo van IJsden. Nou, ik denk dat uh, veel bedrijven zullen overwegen. Of na zullen denken over de vraag van of ze de, uh, hun activiteiten in Nederland moeten voortzetten. Er zullen ook bedrijven zijn die nu nog niet in Nederland investeren, nog niet in Nederland actief zijn. Overwegen om in Nederland bijvoorbeeld een hoofdkantoor op te zetten of in Nederland te gaan investeren. En die zullen besluiten dat niet te doen. Maar ik wil ook heel duidelijk aangeven dat Europa als geheel ook last heeft van deze voorstellen. Dat vind ik toch wel uh, op, op zijn minst even bijzonder. Want ja, de Europese Commissie is de, de instelling die deze voorstellen nu heeft gepubliceerd. Uh, beseft de Europese Commissie wel dat uh, Europa als vestigingslocatie hiermee aferij oploopt ten opzichte van overige landen? Ja, niet, niet alleen Nederland heeft er last van als het doorgaat, maar heel Europa zal verzwakken in zijn betoog. Ja, waar moeten, nou, ja, moeten die landen ja. of Die blijven dan heen. Nou, nou de, de critici die, die vrezen dan dat ze dan naar Zwitserland gaan. Dat zit natuurlijk niet in de EU, of naar de Verenigde Staten dat ze daar dan uh, ja, toch meer vrij en minder belasting kunnen betalen. En ze zeggen ook van, ja, hiermee is Europa eigenlijk toch weer het braafste jongetje van de klas. Je hebt zogenaamde OESO-normen, die bepaalt... Uh hoe de belastingbasis eigenlijk moet zijn. En Europa is die nu als fanatiekste en als snelste aan het doorvoeren. En daarmee snij je toch jezelf in de vingers, zeggen die kritisch. Ja, want volgens mij zag je ook bij. Uh, dat gaat dan eigenlijk om privévermogens. Hè? Maar dat Amerika eerst enorm zat te pushen. Dat Zwitserland gegevens moest uh, openbaar maken. En nu Bloomberg, die noemde gisteren de VS een nieuwe uh, belastingparadijs voor de rijken. Nu zie je dat die vermogens gewoon van de Bahamas en Zwitserland naar Amerika gaan. Dus het eerst ons allemaal moeilijk hebben gemaakt ja, Luxemburg, Zwitserland, de Bahama's en dat iedereen nu naar Amerika vlucht. Ja. Maar ik heb het maar misschien dat ik een beetje cynisch ben, maar ik denk ja, als die belastingadviseurs allemaal in opstand komen dat zo'n slecht plan is, misschien doen we er wel wat goed of niet. <laughs> Ja, dat is natuurlijk wel het probleem. Werk, is dit nou goed of niet? Dan vraag ik, ga je al gauw naar, naar hoogleraar. En die hoogleraar die zitten zelf ook allemaal bij. bij een belastingkantoor? Bij de ja. belastingkantoren, de grote de vier vaak. Die verdienen hun geld met het geven van dat, ja, dat En die vinden het om... een heel slecht plan. Vraag je het aan de andere kant, aan de, aan de Ox van NOVIPS van deze wereld. Ja, die ze hebben al gelijk al gezegd, ja, dit plan gaat lang niet ver genoeg. Dit is veel te weinig. Dus het is of veel te veel, of het is veel te weinig. En hoe dit dan uitpakt, ja, dat blijft. Maar hoe gaat ook... dit uitpakken dan? Want het is nu een voorstel, toch? Van de, het is van de commissie nu een voorstel, dit. inderdaad. Uh, de Europese de Europese Commissie die heeft het nu voorgesteld, maar je weet hoe het in Europa gaat. Nu gaan anderen ook hun plasjes er nog overheen doen. Ah. Uiteindelijk ook de Europese Raad, dat zijn de lidstaten zelf. Ja, en een Nederland bijvoorbeeld. Wij staan hier toch wel bekend als het belastingparadijs. Zelf vinden we dat overigens niet zo. Ja, die kan daar nou ook wat over zeggen. En Wat dat betreft is het wel pikant. Het moet dit half jaar wil de Europese Commissie het allemaal rondkrijgen. Juist het half jaar dat wij als Nederland voorzitter zijn. Maar goed, ja, Dijsselbloem die kan daar dus nog wel wat roet okay, in te Maar is dit van. een soort onderhandelingstactiek dan? Dat ze zeggen, van, we gaan het heel zwaar insteken, heel streng zijn. Uiteindelijk moet iedereen er wel ja, gaan. Ja, dat is niet in de praktijk natuurlijk wel. Uiteindelijk wordt er een milde variant, komt bij de finish. En dan uh, ja, is die toch wat mildere variant. Ja, dan gaat het nog buiten komen. Met uh, voldoende loopholes voor alle fiscalisten, Ja, Ja, die fiscalisten die blijft, vinden he? uiteindelijk ook wel natuurlijk weer uh, hun werk. Ja, precies. Dus of het het einde van het belastingparadijs is, dat is nog lang niet zeker. Maar dankjewel.